kijkt naar deze nieuwe extra video. Ik heb vandaag echt een mega, mega grote Zara shoplog voor jullie. Ik heb echt heel erg veel besteld bij de laatste tijd bij de Zara. Ik weet niet, ik vind dat ze er gewoon weer hele leuke dingetjes hebben. Leuke zomerdingetjes, leuke lente dingetjes. Dus ik heb eigenlijk voornamelijk ook echt dingen voor de lente en voor de zomer gekocht. Dus het is een beetje een grote spring, summer Zara unboxing eigenlijk. Want ik heb twee dozen ook nog niet opengemaakt. Ik heb namelijk twee grote dozen, een zak en nog wat losse dingetjes bij de Zara zelf gekocht. Dus de zak en dit heb ik wel gezien, maar wat er in de dozen zit heb ik zelf ook nog niet gezien. Dus dat wordt ook een soort van eerste indruk video. Ik zit eventjes in een andere kamer. Ik zit namelijk in de kledingkamer, want onze buurman die houdt heel erg van piano spelen. Die speelt echt piano de hele dag door. En in mijn kamer hoor je dat dus echt heel erg. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker hier zitten. Lekker witte, clean achtergrond. Er staat er al in een wasrek, maar let er even niet op. Ik hoop dat jullie ook niet te veel geluid van buiten zullen horen. Want ik zit hier echt naast een raam en dat raam is echt heel erg dun. Maar goed, laten we maar gewoon gelijk snel beginnen met de shoplog. Want ik ben echt super benieuwd naar alles wat hierin zit en hoe het allemaal staat. Ik mag van mezelf echt bij lange na niet alles houden. Dus ik hoop dat ik niet alles al te leuk vind. Maar dat gaan we nu zien. Heb je nou zin in deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. We gaan beginnen met de items die als eerste bovenop lagen. Want die heb ik zelf ook al gezien. En om te beginnen is dat dit topje. Die heb ik in de winkel gekocht. Ik vond hem echt heel erg leuk eruit zien. Aan de bovenkant is die dus gehaakt. En dan heeft hij hier bij je borst nog een gat zitten. En daaronder zit dus van dat kant. En deze heb ik in een maatje S. En was 22,95. Deze top vind ik echt heel erg leuk. Ik zou wel met deze top een maatje groter trouwens adviseren. Want ik had eerst een XS aan. Gewoon een maat die ik eigenlijk altijd bij de Zara heb. Maar die zat wel echt heel erg strak. En deze S die zit gewoon heel erg mooi. Hij heeft hier dus ook aan de bovenkant een beetje zo'n plastic randje. Waardoor die dus ook niet afzakt. Hier zie je dus een beetje huid doorheen komen. Dit setje. En dit setje bestaat allereerst uit een broekje. Dit is het broekje. Ik draag op vakantie dit soort broekjes echt super vaak. Afgelopen zomer in Kroatië en in Italië heb ik echt alleen maar met dit soort broekjes gelopen over mijn bikini heen. Of 's ochtends of 's avonds als we gewoon aan het chillen waren. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Weet ik zeker dat ik lekker veel ga dragen. Ik heb deze in een maatje S en was 19,95. En wat ik vooral zo leuk vind is dat hij hier gewoon normaal is. Maar aan de onderkant heeft hij dus zo'n het roodje erin of zo. Ik weet niet hoe je dit noemt. En hier hoort dus een bijpassende top bij. Er hoort hier dus eigenlijk ook een vestje bij. Maar die is dus iedere keer online uitverkocht. Maar wellicht dat ik die ook nog wel koop als die er op voorraad is. Want dan heb je echt een heel setje. Maar in ieder geval, dit is het topje die erbij hoort. Sorry, die stoel is echt heel irritant. Maar goed. Een soort triangeltopje. En ook deze is weer gewoon hier is die helemaal egaal. En dan hier zo heeft hij ook weer datzelfde structuurtje als wat op dat broekje zit. Aan de achterkant kan je hem dichtmaken met van die knoopjes. En achter is hij helemaal zeg maar zo doorschijnend. Je kan alleen niet de bandjes verstellen. Dat vind ik wel jammer, want hij zit best wel een beetje los. Of ja, het hangt allemaal een beetje. Maar op zich is dat niet heel erg. Deze heb ik ook in een maatje S en was 12,95. Dit pakje vind ik ook echt heel erg leuk. Het is misschien niet heel bedekt of iets. Maar gewoon van naar het strand lijkt me dit wel heel erg chill. Zoals ik zei, dit soort broekjes draag ik dus echt veel vaker op vakantie. En dan vind ik het ook wel leuk dat er een bijbehorend topje bij zit. Ik draag hier verder nu geen BH onder. En het schijnt volgens mij niet echt door. Ik zou het wel nog leuk vinden om ook nog dat vestje erbij te hebben. Dat je echt nog een heel setje hebt met zo'n vestje erbij. Dan had ik online ook deze besteld. Alleen deze heb ik dus wel al gepast. En hier twijfel ik een beetje over. Ik vind hem wel heel erg leuk. Maar als ik hem aan heb, lijkt het alsof ik echt heel breed gebouwd ben of zo. Alsof ik echt een hele brede schouders heb. En dat vind ik gewoon niet heel erg mooi. Maar verder is het wel echt een heel erg leuk topje. Het is dus een gehaakte witte top. Echt een hele mooie kwaliteit. En hij sluit ook echt heel erg mooi aan. Ik heb dus laatst bij de Stradivarius heb ik zo'n cargo broek gekocht. En daar vind ik deze heel erg leuk op. Alleen, ja, ik weet dus nog niet helemaal of ik deze ga houden. Maar ik zal wel even in de aanbeelden laten zien wat ik bedoel met dat hij zo gek zit. Deze heb ik in een maatje S en was 22,95. Dit is die witte top. En aan de ene kant vind ik hem dus wel echt heel erg leuk. En vooral die kwaliteit doet echt super mooi aan. Maar aan de andere kant vind ik dat hij me best wel groot en breed maakt of zo. Ik denk dat ik deze ga terugsturen. Maar het is wel echt een mooie top. Wel echt leuk op een mooie cargo broek of zo. Maar helaas, ik denk dat ik deze terug ga sturen. Dan gaan we verder met de eerste doos. En ik heb deze alleen opengemaakt om er een t-shirtje van Milan uit te halen. Want ik had voor hem ook een t-shirtje mee besteld. Maar ik heb zelf verder nog niet gekeken. Dus ik ben heel erg
benieuwd. Oké, even kijken. Ik zie hier allereerst een zakje. Ik ga hier wel mee beginnen. Ik heb namelijk een paar oorbellen gekocht bij de Zara. En ik ben... Oh, je ziet het echt heel erg staan. Ik vind dat ze bij de Zara echt altijd hele leuke oorbellen hebben. Toen kwam ik deze tegen. En die vond ik wel heel erg leuk. En wat netter of zo. Deze oorbellen. Ik weet, het zijn een soort halve bloemetjes. Veertjes, iets, ideetje. Kreeg ik er een beetje van. Maar die vond ik wel echt heel erg leuk. En mooi als je bijvoorbeeld een mooie lage knot in hebt. Of een staart. Of iets in die richting. En deze waren €12,95. Ik zet trouwens alle linkjes van alle items die ik nog kan vinden. Of artikelcodes en dingen wel eventjes in de beschrijving zetten. Het is misschien wat makkelijker dan dat ik die artikelcodes allemaal in deze video ga laten zien. Ik denk dat het makkelijker is om dat gewoon in de beschrijving te zetten. Als allereerst zie ik hier een jurk. En ik hou echt heel erg van dit steltje. Ik weet niet of ik hem gehouden. Want hij was €70. Dus best wel een beetje duur. Maar het is dus echt een hele lange maxi jurk. Wit met zwart. Een beetje in zo'n Ibiza steltje. Mexico steltje. Hoe je het wil noemen. Echt onwijs leuk vind ik deze. Ik heb deze in een maatje XS. En was dus €69,95. Dus daarom twijfel ik wel heel erg. Want ik vind het wel echt best wel duur voor een jurk van de Zara. Maar even kijken hoe die staat. Misschien staat hij wel echt vreselijk. Maar misschien staat hij ook wel heel erg leuk. Aan de voorkant heeft hij een V-hoosje. En verder is hij gewoon echt super lang en simpel. Maar jullie zullen het wel aan willen zien. Want ik heb dus een jurk van vorig jaar van de Zara. Ook zo'n lange. En daar ben ik toen zo blij mee geweest dat ik die toen heb gekocht. Dus wellicht dat ik deze ook wel hou. Maar dat gaan we zien. Dit is de jurk. Hij is echt best wel slank en getailleerd. Wat ik wel echt heel erg mooi vind. Ik had het natuurlijk net over die andere jurk van de Zara. Even kijken waar die hangt. Kan ik hem laten zien. Dat is die met dit printje. Die had je dus vorig jaar bij de Zara. Ook zo'n soort jurk. En die heb ik echt super veel gedragen. Maar ik denk dat ik deze niet ga houden. Hij is echt best wel dik en best wel zwaar. Wat natuurlijk heel goed is. Want het is gewoon hele mooie kwaliteit. Alleen ik denk dat hij gewoon best wel warm is. Twijfel. Hij is natuurlijk wel echt €70. Of vind ik wel echt een beetje veel. Dit is hem aan de onderkant. Dan heb ik een heel erg leuk topje. En deze heb ik dus eigenlijk ook een beetje uitgekozen voor Koningsdag. Want het is natuurlijk bij de Koningsdag. En toen zag ik dus dit oranje topje. Ik vind oranje dus echt een hele leuke kleur. Alleen ik heb eigenlijk niet echt oranje dingen in mijn kast. Toen zag ik deze. En deze vind ik echt heel erg leuk. Want hier aan de bovenkant is die dus gehaakt. Of nou, het is helemaal gehaakt de top. Alleen vanaf je borsten is die iets meer bedekt gehaakt, als je snapt wat ik bedoel. Die vond ik wel echt heel erg leuk. Dus heb ik in een maatje S en was ook weer €22,95. En verder heeft hij gewoon lange mouwen en is het gewoon best wel een basic topje. Maar ik vond die kleur gewoon heel erg leuk. En dit is iets wat ik ook nog buiten Koningsdag zeg maar zo draag. Of zo op vakantie of lekker met een leren jasje eronder of zo leuk. Dus vandaar dat ik deze heb gekozen. Hier ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. In een maatje S dus. En dit is een beetje dat gehaakt aan de bovenkant. En dan vanaf hier wordt hij iets bedekter. Je ziet ook een beetje zo'n BH-vorm erin staan. Heel erg leuk. Dus dat is die. Dan dit topje. Op zich wel leuk. Verder niet heel erg bijzonder of zo. Maar kan ook wel leuk zijn voor op vakantie. Voor op het strand. Nee, dat ik hem wel gewoon gehouden voor Koningsdag misschien. Ik weet nog niet. Ik twijfel nog een beetje. Omdat het... Ja, het is niet echt een heel erg boeiend topje of zo. Misschien wil ik wel iets uitgebreider voor Koningsdag. Verder is het wel gewoon een heel erg mooi topje. Het is ook lekker dun stofje. Dus op zich voor op vakantie zou het ook nog wel kunnen met een leuke lange broek. Of een leuk shortje of zo. Dan heb ik nog een hele lange jurk. En dit is een beetje een soort van kimono jurkachtig. Ik vond het echt heel erg leuk zijn op het model. Ik heb deze in een maatje XSS. Want het is een combinatiemaat. En dat was €59,95. En dat is dus deze zwart. Op de camera lijkt hij een beetje donkerblauw. Maar het is wel echt zwart. Hele lange kimono. En op de zij droeg ze hem dus als jurkje. Wat ik me dus wel heel erg leuk leek. Ja, ik kan het nu niet zo heel erg goed laten zien hoe die zit. Maar ik zal het bij de aanbeelden wel wat beter laten zien. Ik hoop dat hij mooi zit. Hij heeft ook een beetje een soort van structuurtje in de stof. Ik vind het wel echt heel erg leuk. Ik vraag me alleen wel af wat je eronder zou dragen. Want ik weet niet of je dat op camera goed ziet. Maar hij schijnt wel echt heel erg door. Dus als je dit alleen als jurkje zou dragen, zou ik er wel iets van een shortje of zo onder doen, denk ik. Dus nou goed, ik kan het niet zo heel goed laten zien nu, maar ik zal het tijdens de aanbeelden allemaal wat beter laten zien en wat meer uitleg hierover geven. Dus dat is deze. Dan deze jurk. En deze vind ik dan eigenlijk weer iets leuker dan die andere, omdat die iets meer sexy is, zeg maar. Vind ik iets, ja, weet niet, iets leuker. Maar dan denk ik, ja, zou ik dit naar buiten dragen? Dat vraag ik me dus af. Kijk, je ziet hier nu ook goed dat printje en dat structuurtje erin. Heel erg leuk. Ik moet wel zeggen, die onderkant
is echt raar, want kijk. Het is een soort van lush of zo. Heel gek. Maar ik weet niet of ik dit zou dragen. Ik zou dit wel op vakantie dragen, sowieso denk ik. In de avond over je bikini heen. Deze sjaal. Echt een heel erg leuk printje. Op de Zara-site heb je altijd super veel van dit soort sjaaltjes. Rond de lente, zomerperiode. Die kan je dragen als topje of als haarband. Vaak zijn die sjaaltjes voor mij net iets te klein om als topje te dragen. Maar ze hebben nu dus ook grotere formaten. Dus die heb ik dus nu besteld. Die hem wel echt bedoeld is als topje, zeg maar. Deze is wel iets prijziger. Deze is 30 euro. Ligt 20,95. Dus even kijken of ik dat een waard vind. Maar ik vind het printje wel in ieder geval echt heel erg leuk. Vooral met dat paarse en dat groene. Heel erg leuk. Dat oranje ook weer erbij. Heel erg leuk. En je hebt hier dus echt heel veel verschillende printjes en maten van bij Zara. Dit is de afmeting 90x90. En die ik altijd om mijn haar van mijn hoofd heen draag. Zijn volgens mij iets kleiner. Zijn volgens mij 50x50 of 60x60 of zo. Dus vandaar dat deze ook ietsjes prijziger zijn. Wel heel erg leuk. Je kan deze top dus op verschillende manieren dragen. Het is nu niet eventjes het beste voorbeeld. Ik heb ook gewoon mijn BH-bandjes. Maar ik kan bijvoorbeeld zo dragen. Maar je kan dit vlakje natuurlijk ook onder je BH vastmaken. Zodat je een kort topje hebt. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook. Je kan hem ook bijvoorbeeld aan de voorkant knopen. Nou zei ik natuurlijk al dat je mijn BH zag. Dus moet je hem eventjes iets beter knopen. Maar het is gewoon heel erg handig. Een leuk sjaaltje wat je op allemaal verschillende manieren kan dragen. Of om je hoofd of zo heen kan doen. Dus dat is die. Dan heb ik echt een heel erg leuk topje. En ik hoop dat deze ook leuk gaat staan. Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Maar dat is ook weer zo'n gehaakt topje. Zoals je ziet, deze shoplog is echt wel een beetje hetzelfde soort steltje. Alles gehaakt en beige en dat soort dingen. Nou, goed verhaal. Maar in ieder geval dus dit topje. Het is een beetje zo'n corset topje. Maar dan gehaakt dus. Heel erg leuk. Mooie kwaliteit ook. Voelt goed aan. En aan de achterkant kan je hem dus open en dicht maken. Met van die drukknoopjes. Handig, handig. Je kan de bandjes verder niet verstellen. Dat vind ik altijd wel jammer. Maar dat komt denk ik gewoon door de stof waarmee dit is gemaakt. Dat ze dat niet hebben gedaan. Maar dat is dus dit topje. Die heb ik in een maatje S. En was 19,95. Dit lijkt me ook gewoon weer heel erg leuk voor in de zomer. Voor met een shortje of met een mooie lange wijde broek of zo. Heel erg leuk. Dit topje vind ik echt geweldig. Ik vraag me alleen wel af of die niet een beetje te klein is. Hij is een maatje S. Dan worden die bandjes misschien weer zo lang. Want deze zak al een beetje af, eerlijk gezegd. Kijk, zo zit hij aan de achterkant. Oh, ik ben er weer heel blij mee. Ik vind het echt een heel erg leuk topje. Ik denk niet dat hij te klein is, toch? Maar nee, ik vind deze wel echt heel erg leuk. Dan heb ik een topje besteld waar ik eigenlijk echt heel erg over twijfelde. Maar ik dacht, ja, ik ga toch best wel een grote bestelling plaatsen. En ik moet van mezelf nog dingen terugsturen. Dus ik ga het gewoon proberen. En dat is dit topje. Deze hadden ze ook nog in het lijmgroen. Maar ik vond deze wel ietsjes leuker. Hij is namelijk wit met donkerblauw gestreept. En je kan hem dus zo off the shoulder dragen. Zo. Heel erg leuk. Ja, ik weet niet of ik dit leuk ga vinden. Ik ga het gewoon eventjes passen zometeen. Deze heb ik in een maatje XS en was maar 17,95. Ik vind die mouwtjes ook wel schattig. Misschien leuk op een witte broek of zo. Misschien wordt het dan weer te wit. Ik weet niet. In ieder geval, ik vond hem wel heel erg schattig eruit zien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Dit topje ga ik denk ik terugsturen. Ik weet niet. Ik vind hem denk ik ietsjes te kinderachtig misschien of zo. Kijk, je kan die bandjes ook nog zo omhoog doen. Maar nee, ik denk niet echt dat dit een topje voor mij is. Wel is de kwaliteit echt heel erg mooi. En ik vind hem op zich ook wel gewoon mooi zitten. En hij sluit mooi aan. Maar nee, ik denk niet dat dit iets voor mij is. Want dan met het zicht op Koningsdag heb ik ook een zonnebril uitgekozen. In mijn vorige weekvlog heb ik volgens mij verteld dat ik gewoon niet echt een zonnebrilhoofd heb. Maar ik vind zonnebrillen wel heel erg leuk. En zo ook deze vond ik echt heel erg leuk. Er zit ook trouwens echt een heel erg mooi zakje omheen. Best wel goede kwaliteit. En doekje zit erbij. En dan is dit de bril. Knal en knal oranje. Hij was 19,95. Even opzetten. Ja, dit is echt veel en veel te groot voor mijn hoofd. Maar ik vind het wel leuk of zo. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik hou dus echt heel erg van zonnebrillen. En ik vind het altijd echt heel erg leuk staan bij mensen. Alleen ik heb gewoon niet echt een zonnebrillenhoofd. Ik moet hem dan wel iets meer zo zetten. Laat even weten of jullie dit leuk vinden of niet. Maar ik dacht voor Koningsdag vind ik dit op zich wel grappig. Het is alleen volgens mij niet echt. Nee. Nou, het kan op zich wel. Een leren jasje erbij of zo voor Koningsdag. Leuk kort broekje.
helemaal leuk. Dus dat is deze zonnebril. Dan heb ik nog een pakje wat bij elkaar hoort. En ik zag dit op de site en ik vond dit zo intens leuk. Ik vond het echt, ik dacht echt gelijk, oh, dit moet ik hebben. Het is dit topje, ook weer zo'n gehaakt topje met beige. Een beetje wat, waar heel de shop nog eigenlijk uit bestaat. Maar dat is dit topje. En op je rug zit het dan zo kruist. Heel erg leuk. Deze kan je verder niet verstellen bij de bandjes of aan de achterkant. En deze heb ik in een maatje S en was 17,95. Deze. En daar hoort dus een bijbehorende broek bij. Die heb ik ook uitgekozen. Of gekocht, besteld. Dus een beetje zo'n lange flare broek. Deze heb ik ook in een maatje S en was 29,95. Ik hoop zo dat dit setje leuk staat. Dan is dit echt top voor lekker naar het strand. Het is wel dik trouwens. Een dikke set. Dik gebreid. Dus ik hoop dat het niet te warm is voor het strand. Maar dat gaan we zien. Dit vind ik echt een heel erg leuk setje. Ik vind het gewoon altijd leuk als je setjes hebt wat bij elkaar past. Deze top vind ik aan de achterkant bij die rug ook echt heel erg mooi zitten met dat kruis. En die broek is ook super lekker zacht. Hij schijnt wel door. Ik weet niet of je dat op camera ook goed kunt zien. Maar er zitten allemaal kleine gaatjes in. Kijk. Dus je kan er gewoon doorheen kijken. Dus het is wel echt meer voor het strand denk ik of zo. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. De lengte is die bij mij echt perfect. Dus ja, ik ben natuurlijk niet heel lang. Ik ben 1,60. Dus ben je nou echt 1,80 wordt dit wel een beetje aan de korte kant denk ik. Maar voor de kleine meiden is dit echt top. En dan als laatste heb ik nog een setje uitgekozen. Met een broek en een blouse. Ik had het besteld en toen online vond ik het echt super leuk. En toen van de week zag ik het in de Zara hangen in de winkel. Toen dacht ik, oh, ik weet niet of ik dit heel leuk vind. Wow, die broek ziet er echt heel groot uit. En dit is de broek. Hij ziet er echt heel groot uit. Maar dit is dus een pantalon met zo'n hele leuke print erop. Althans, ik vond hem wel heel erg leuk. In een maatje XS voor 49,95. En daar hoort dus deze blouse bij. Alleen zoals ik zei, ja, ik weet dus niet of ik dit wel heel erg leuk vind. Maar we gaan het gewoon even kijken. Maatje XS is deze ook. In precies weer hetzelfde printje. Ik dacht wel leuk misschien als pak. En deze is ook 49,95. Dus dat is dit pak wat bij elkaar hoort. Dit pak heb ik echt een beetje, ik weet niet. Aan de ene kant vind ik het best wel gaaf. Gewoon dat printje, gewoon een heel pak. Maar aan de andere kant voel ik me echt een clown. Ik weet niet. Wat vinden jullie ervan? Die broek is sowieso best wel een beetje te groot. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien. Maar dit is dus een XS. Dus ze hebben ook niet een maatje kleiner. Dus dat vind ik wel jammer. Qua lengte is die wel iets te langer op zich. Als ik dat laat inkorten zou dat wel kunnen. En die blouse heeft dus heel erg leuk. Heeft hij bij de mouw heeft hij van dat elastiek. Dus dat het een beetje poft. Dus dan zou je hem eventueel ook nog zo kunnen dragen. Wat komt er? Ik heb hem nu trouwens onder mijn BH gaan. Omdat ik dat wat leuker vond. Als je bijvoorbeeld in je broek doet, ziet het er zo uit. Ik weet het niet hoor. Ja, die broek is sowieso te groot. Vind ik dit leuk? Of niet? Wat vind je hiervan? Ik denk dat heel veel mensen me echt uitlachen en echt denken van, Fleur, wat heb je uitgekozen? Wat heb je aan? Ik weet niet. Laat het weten. En dan als allerlaatste heb ik nog deze. Een leerjack. Ik ben dus echt wel super lang op zoek naar een oversized mooi goed leerjack. En die heb ik nu eindelijk gevonden. Ik heb hem in een maatje S en was 59,95. Dus dat vind ik op zich ook nog wel meevallen. Voor een leerjack. En is het gewoon echt perfect. De fit is echt helemaal top. Dus dat is deze. En als laatste leerjasje. Deze is gewoon echt perfect oversized. Ben je nou nog op zoek naar een oversized leren jas. Echt sowieso koop deze. Ik weet niet. Ik vind hem echt heel erg leuk. Perfecte grootte. Ik heb hem dus wel een maatje groter genomen dan normaal. Ik heb hem in een S. Normaal draag ik altijd XS. Dus hij nog ietsjes groter is. Echt heel erg blij met dit jasje. We beginnen met het kleine tasje. Hier zit als het goed is zwemkleding in. Want logisch heeft weer een eerste swimwear collectie van deze komende zomer. Dat zit hierin. Ik heb er als het goed is 2 uitgekozen. Ik heb alles in een maatje S. Eerst heb ik een lekker panterprintje. Daarvan is dit het broekje. Kijk, dit is de voorkant. En de achterkant. En ik vind het altijd wel mooi bij broekjes als je hem dus aan de voorkant zo kan schuiven en zo kan verstellen. Hier heb ik ook een, je hebt verschillende modellen topjes met dit printje. Maar ik ben voor de triangel top gegaan. Even kijken.
Zo. Gewoon voor een hele simpele triangeltop. Want ik vind dit vaak bij mijn figuur wel het mooiste staan. Ik denk dat ik wel goed heb gedaan aan dat ik een maatje S heb genomen. Heel leuk. Tikkeltje ordinair, maar wel echt heel erg leuk. Dus dat is die. En dan heb ik nog een bikini uitgekozen die ik normaal denk ik nooit zou kiezen. Maar ja, ik weet niet. Ik dacht dat dit wel misschien heel erg leuk kon zijn. En dat is een zebra printje. Dat is dit broekje. Het is weer een wat groter broekje. En daar zit als het goed een bikini topje bij met zo'n beugel. Deze topjes vind ik ook altijd wel echt heel erg mooi zitten met zo'n beugel. Vind ik bij je borst altijd echt heel erg mooi zitten. Ik denk dat dit ook wel moet passen. Ik weet niet, ik vond dit kleurtje gewoon echt heel erg leuk. Dat een beetje oranje, dat roest oranje kleurtje. Ik hoop dat deze past, want hij ziet er best wel breed uit. Maar dat moet helemaal goed komen. Dat was het pakketje met de swimwear. En dan heb ik nog een pakket met andere dingetjes erin zitten. Allereerst zie ik een roze trui. Lekkere sweater. Oh, deze vind ik heel leuk. En dat is deze. Van voor is hij gewoon heel simpel. Gewoon een grote roze sweater. Maar de achterkant vind ik vooral heel erg leuk. Daar staat deze roze tekst op. Ik heb deze in een maatje S, zodat hij lekker wat meer oversized is. Vind ik wel heel erg leuk. Heel erg blij met deze. Bij deze trui vind ik vooral de achterkant echt heel erg leuk. Maar ook wel een mooi kleurtje voor in de zomer. Gewoon lekker zo'n sweater die je voor meeneemt naar het strand. Als het 's avonds een beetje afkoelt op het strand of zo. Heel leuk. Dan heb ik een blazer uitgekozen. En ik zag deze echt al super vaak voorbij komen op de Lovies website. Maar hij is echt best wel vaak uitgekocht. En nu hadden ze hem dus weer. Dus ik dacht, ik kies deze uit. Echt heel erg leuk. Dit is dus een donkerblauwe blazer met een streepje erin. Beetje overbelicht mijn camera, maar ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik heb deze in een maatje XS en hij is wel echt heel erg oversized. Maar dat vind ik wel heel erg leuk. En ik heb dus nog geen donkerblauwe blazer of blazer met streepje, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dat is die. Dit is echt mijn nieuwe lievelingsblazer. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ik had hem van de week aan met een witte bandeau top. Vond ik echt heel erg leuk staan. Ik weet niet, ik vind de fit gewoon heel erg mooi. Hij is perfect oversized. En ja, ik vind dit echt heel erg leuk. Ik heb deze dus in een XS. Heel leuk. Dan heb ik een giletje uitgekozen. Ik heb deze van Lovies dus al in het donkergrijs. En die vind ik heel erg leuk voor over een jurkje heen ofzo. En ik heb hem nu dus ook in het zwart uitgekozen. Dus zo'n denim giletje dan zonder mouwen. Heel erg leuk. Op de aanbeelden kunnen jullie het zo meteen wat beter zien. Deze heb ik in een maatje S, zodat hij lekker oversized is. Ik vind het heel erg leuk over een jurkje heen en dan met van die cowboylaars of zo eronder. Dus dat is die. Deze vind ik ook heel erg leuk, maar deze heb ik dus al in het beetje een soort lichtgrijs. Die vond ik altijd al heel erg leuk. En nu ook een zwarte, leuk met een beetje jurkje en een paar cowboylaars eronder of zo. En ik heb deze dus in een S, zodat hij iets meer oversized valt. En dat vind ik heel erg leuk. Dus dat is die. Dan heb ik nog een hemdje. Deze, want ik heb namelijk een jasje uitgekozen en het model op de site had toen dit hemdje aan met dat jasje. En dat vond ik wel een hele combinatie. Dus vandaar dat ik deze erbij heb genomen. Er zit ook een beetje een ribbelstofje in. Deze heb ik in een maatje XS. En aan de achterkant kan je die bandjes ook verstellen. Wat ik echt heel erg chill vind, want vaak zijn die bandjes voor mij best wel een beetje te groot. Maar deze kan je dus gewoon verstellen. En op de website heb ik die dus gezien met dit jasje. Van dit jasje heb je dus ook een bijbehorende broek. Alleen broeken zijn voor mij gewoon echt altijd veel te lang. En vaak ben ik ook te lui om te laten inkorten. Dus ik dacht, ik doe alleen het jasje. Want dan weet ik zeker dat ik het gewoon ga dragen. En dat is dit beige jasje. Met een leuk patroontje erop. Heel erg schattig. En deze heb ik ook weer in een maatje S. Zodat hij lekker wat oversized valt. Heel erg leuk. Dit is het beige jasje. Deze vind ik echt heel erg leuk. Die heb ik ook al op een Instagram-post aangehad. En van de week al aangehad. En ik vind dit echt heel erg leuk. Dus dat is deze. En dit was alles wat ik bij de Zara gekocht heb en besteld heb. Jullie hebben tussendoor alle aanbeelden kunnen zien. Dus weten hoe alles zit en wat ik waarschijnlijk ga houden. Ja of nee. Ik ga dat nu passen en nu kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vind je nou een leuke video? Dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer.